ik heb net zo'n rode peper gegeten. Dat is niet slim. Goedemorgen. Goedemorgen, het is nu 9:15. We zijn om 7:30 opgestaan. Althans, ik heb de wekker gezet om 7:30. Dat duurt even voordat we eruit gingen, want de jetlag komt toch best hard aan. En we gaan nu ontbijten. Waar is de pancakeapparaat? Ik weet niet of het een pancakeapparaat is. Er is hier zoveel keuze aan ontbijtdingetjes. Echt ongelooflijk. Je hebt hier eitjes, yoghurt, brood, maar ook hartige dingen. We gaan het er echt van nemen, want over een week zitten we in Myanmar en dan weten we echt niet wat ons daar te wachten staat. Heerlijk allemaal. Goed bezig, Edien. We hebben bedacht dat het misschien vandaag leuk zou zijn om naar Chinatown te gaan. We zijn net met de Skytrain naar Sampan Taksim gegaan. En we gaan nu op de boot richting Chinatown. Gelukt? Ja, in het buis nog wel. We lopen hier door Chinatown. Duidelijk China. Echt van die Chinese producten. Hier, meisjesdingen. Wat vind je ervan, Elora? Ik wil een choker kopen. Let's see, hello! Midden in Chinatown, brommertje gewoon, tussen al die massa mensen door. Mooi, bloemen, nee, Rob. Ik heb genoeg bloemen en Chinese vrienden gezien. Ik vind het goed zo. Sinaasappeltje. Oh, poesje. Daar komt de muziek vandaan. Wauw. Het is gewoon echt heel oud. Hier zit die man. De fotograaf. Hoewel in Chinatown denk ik dat we toch bij een Thai terecht gekomen zijn. Het zal vast gaan smaken. Ziet er lekker uit. Ja, ik denk dat het wel lekker is. Wat denk je wat het is? Wat? Echt kinkel. Hoe vind jij het, mama? Als je dit onzeker, maar de eerste hap is echt perfect bevallen. Nou, dit wil ik al lang proberen. Ik weet niet hoe het heet, ik weet niet wat het is, maar proberen. Zure peper. Dat is oké, maar niet nog een keer.
lampje van niet storen aan laten staan. En daarom hebben ze de kamer niet schoongemaakt. Dus toen we terugkwamen, toen zag ze ons en toen wilde ze alsnog de kamer schoonmaken. En nu moeten we dus even wachten. Wat gaan we nu weer eten? Frietjes! Ik heb net zo'n rode peper gegeten. Dat is niet slim. En dan eet je wat of je drinkt wat anders. En dan is het even weg, maar daarna komt hij weer terug. Maar voor de rest is het echt super lekker, hoor. De frietjes voelde tegen de want die waren wel lekker. Maar de lumpia vond ik niet zo lekker. Dus die geef ik 3 sterren. Chicken sweet basil. Deze verder, de pita. De papaya salad. 3. Ook aan de pita verkant. Wat nog meer? Viscookies, die waren wel 4. Ik vond de kip in rode currysaus echt super lekker. 5 sterren. En ik vind het gehele restaurant vind ik echt heel goed bevallen. En dat geef ik 4 sterren. Movie. Yeah.